welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik heb gezien dat er post is van Studio 100. En dat vind ik altijd superleuk. Ik heb het adres even doorgedaan. Want ja, het adres weet ik natuurlijk niet in beeld. Dus ik ga het even hier plaatsen. Zo. En ook nog voor TikTok. Dus ga ik hier plaatsen. Nou, dit is namelijk de brief. Ik ben zeer benieuwd. Even openmaken. Een brief zit erbij. Dat gaan we eerst eens onder handen nemen. Hey, allerliefste Silk. Om jou te bedanken dat je zo grote fan bent bij ons, geven graag deze handtekeningkaartjes. Kusjes, knuffels, Hanne, Marten en Klaasje. Super tof. Een leuke brief. En is er allemaal handtekeningen in? Oh, kijk. Dus zo'n handtekeningkaartje. Deze. Natuurlijk kon deze niet mankeren. Super, super tof. Dankjewel, K3. Een echte hele waaier. Dus ik vind het echt al super leuk. Dus ik ben echt wel heel blij met de handtekenkaart. Dus ik hoop dat ik ze goed in beeld heb, beetje heb kunnen laten zien aan jullie. Dit is het. Dus we hebben echt wel heel de collectie opgestuurd. Dus dat vind ik echt super leuk van Studio 100. Zodat jullie wel weten, kon ik niet naar de show gaan van K3, omdat ik juist was geopereerd. En dat vind ik nu wel super leuk eigenlijk, dat ze toch een beetje aan me denken. En er komt nog een leuke verrassing aan binnenkort. Daar ga ik er meer over vertellen binnenkort in de vlog. Er zijn maar een aantal mensen die het al weten. Dus dat is wel super leuk eigenlijk. Ja, de lasagne staat momenteel in de microgolf. Ik ben dus ook bezig met TikTok, die heb ik net opgenomen. Dus ik ben alleen maar trots. Ik heb trouwens gisteren nog iets heel leuk gekregen. Ik ga het er even bij pakken. Ook wel heel leuk om te laten zien in de video. Ik krijg superveel haat op TikTok. En die persoon heeft zich geëxcuseerd door deze dingen te maken. Gisteravond in mijn brievenbus, dat was de vlog. En afgezond, want we hebben gisteren natuurlijk niet zo heel veel gevlogd natuurlijk. En ik vind het wel super leuk eigenlijk dat ze dus deze mooie tekening hebben gemaakt eigenlijk en hebben geëxcuseerd. Dus dat vind ik al super leuk. Lijkt er een beetje op. Dus deze geeft ook een mooie plaats. Wil jullie zelf ook een tekening opsturen of wat dan ook? Gewoon een mailtje sturen en dan krijgen jullie mijn adres via daar. Omdat dat dus, natuurlijk niet zo veilig is. Dus als je dat wilt doen, dan gaan we het adres gewoon naar bossenapenstaartoutlook.be. En daar zullen we dan het adres wat naar jou toesturen. Alvast bedankt. Ik zie nu dat er niet op ligt, want ja, ik heb natuurlijk mijn adres met stift even uitgedaan. En ik moet natuurlijk zeker zijn dat het droog is. Dus anders dan gaat het vuil worden, de tekening. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb in het verleden nog tekeningen gehad, die heb ik ook allemaal bewaard. Dus alles wordt mooi bewaard eigenlijk. Dus ik ben wel er trots op. Zo vliegen jullie de andere kant uit, dan zie ik de luchtballon. Hij gaat al meteen achter het huis zitten. Al meteen. Het is altijd heel leuk, mensen kijken me aan. Maar dat is zo. Ja, ik heb die band aan. En trouwens, ik ben een man. Dat kan dan geen kwaad. Die band blijft dus niet zitten, namelijk. En dan is dat wel raar. Maar dus de ballons zijn aan het opstijgen. Ik ga mijn gezin mee pakken. Want dit staat nu in de microgolf. Ik weet het nooit wie er belt. Zo.